kijkers, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben terug in Resident Evil 7. Dat voelde heel raar om te zeggen, want normaal was het altijd Resident Evil 4. Maar we staan hier in de kamer en we zijn net ontsnapt van het soort van avondmaal. Ik weet niet, het is nog allemaal heel vaag. Het verhaal is natuurlijk allemaal nieuw. Ik weet wel dat deze game echt eng is en dat ik nog steeds bang ben. En hoeveel ik me ook zelf mentaal voorbereid om deze video's op te nemen, het gaat niet werken. We zitten nu in, als het goed is, een safe room. Want ik had gelezen inmiddels dat als je in een kamer zit waar je dus zeg maar zo'n soort typewriter hebt, dus waar je je game kan opslaan als het ware, dat die kamer ook veilig is. Mijn HP is oké. Ik heb deze items. We hebben dus de schroevendraaier en we hadden toch ook de bolt cutters, of heb ik die nu niet meer? Oh wacht, die had misschien, is een lockpick trouwens, die had die guy weer afgepakt. We zitten op de map. Ik moet eventjes weer inkomen waar we gebleven waren, want je hebt hier niet echt een soort van chapters volgens mij, zoals bij Resident Evil 4. We waren net ontsnapt en toen waren we volgens mij, hadden we het luik opengemaakt en daar waren we ingegaan en toen kwamen we in deze kamer. En ik denk, als ik dit zo zie, dat ik dus mijn lockpick moet gebruiken om hier dit open te maken. Of nee, daar moest je iets in doen. Ik denk dat ik hier naartoe ga, naar dit sleuteltekentje. Want hier had je een soort van, dat was met die twee gouden dingen. Daar heb je volgens mij een soort van, ja, embleem nodig, leek het wel. In ieder geval niet een normale sleutel. Je hebt ook niet echt, ja, de enige tip is escape from the house. Ja, dat probeer ik, oké? Ik snap het. Voor mij heb ik hier alles wel gehad. Dus we hebben hier mijn storage box. Daar had ik voor mij wel wat in gedaan. Ja, die e-mail, de driver's license en een T-coin. Ik heb oprecht geen idee wat ik daaraan heb. En verder is hier volgens mij niks. Laten we gewoon... You locked it. Oh nee. Betekent dit dat het nu geen safe room meer is? De telefoon. Hé, wat is hier? Oh nee, dit was leeg. De telefoon. Laten we even kijken. Wie belt mij nou? Echt nu ook. Iedereen kan toch horen? Die deur staat open. You did good, Ethan. Ethan? Zoe, right? Zoe. What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. Wow, Zoe. Oké, okay, rustig aan. Dat snap ik. Your way up to the main hall. The main hall. Oh. And that thing on your wrist is a codex. Codex? Don't lose it. It's important. Yo, oh, je ziet echt hoe mijn hand er weer zo opgezet is. Gatsidari. Het is ook niet echt een knight of zo. Hell of a girl. Maar het lijkt wel een soort van alsof ze gewoon met een niet-machine dit vastgezet hebben. Huh? Oké, dat is niet fijn. Get to the main hall. Dat snap ik. Oké. Maar dat is nog steeds het probleem, want ik heb die sleutel daar niet voor. Dus wat als we eerst naar de garage gaan? Wow, wacht, waar moet ik überhaupt naartoe? Rechtsaf daarvoor. Oké, laten we dat checken. Hello, my guys. Waar zijn jullie? Lopen jullie überhaupt nog rond? Hier had ik volgens mij, zat deze op slot, toch? Daar heb ik nu die lockpick voor. Oh, master of unlocking. Ik heb gelijk een achievement. Hij is open. First aid mat? Wat? Ik wil hier weg. Ik hoef geen first aid mat. Garage? Ja, hier kan ik nog steeds niet breken. Zit er iets in de garage wat mij gaat helpen? Kan ik die deur nu openmaken of zo? Oh nee, daar heb ik iets scherps voor nodig. De main hall. Ga ik dan naar de main hall toe? Voor mij is mijn HP nog niet helemaal oké, want ik zie nog bloed in mijn beeld. Maar ik wil niet mijn first aid mat nu al gebruiken, want ik ben oprecht nog gewoon een beetje zoekende met hoe deze game werkt. Hoe je dus de aanvallen moet blokkeren en dat soort dingen. Ik snap er nog steeds helemaal niks van. Dus als één iemand mij nu ziet, dan ben ik dood. Dat garandeer ik je. Wie is daar? Waar moet ik voetstappen? De main hall, die is wel hier, toch? Ja. Maar als ik nog steeds niet dat embleem heb, hoe moet ik daar komen? Zeg maar, een hint is op zich wel fijn als ik die krijg. Maar het lijkt wel alsof ze nu helemaal niet meer hier lopen. Ja, dat is van dat kind. Hier, kijk. Zie je? Ik heb hier toch iets voor nodig? Select an item to use. Oh, mijn lockpick is gelijk weg. Oh, dat is niet fijn. Oh, oh, oh. Wat moet ik toch doen, mensen? Ik ben wel een beetje zo'n persoon. Ze zouden mij gewoon echt... grote, ik dacht dat ik dingen hoor of zo. Grote gele pijlen overal moeten ze neerzetten, anders snap ik er niks van. Ja, maar waarom hoor ik... Ik hoor... Hey, nee man, dit vind ik niet fijn. Hey. Ja, ik zie jou. Wat ben jij? Ben je een politiemannetje? Hey. Hey, you gotta help me. Wat doet hij hier? Ga weg. Zorg dat je hier levend wegkomt. I mean, is this your property? Nee, what? Absoluut niet. Me, no. No. All right. Now we got several calls about some missing persons lately. Ja, ik ben daar één van. Calm down. Bro, die politieagent, hoe durft hij hier naartoe te komen? Ja. Alright, let me tell you this. You don't exactly seem like you playing with a full deck yourself, alright? Are you kidding me? Huh? Look, like I said, we've had several missing persons call. Ja, en ik ben daar één van. I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Alright. Wat? I'll tell you whatever you want. Wat heeft die gast? Now that's more like it. Now. Meet me in the garage. We'll talk there. Hey, hoe wil je dat ik in de... Hoe wil je dat ik in de garage kom? Daar kom ik niet. You must have lost your mind. Ja. Look. Ik kom niet in de garage. Die zit dicht. Right. Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life?
Ja, geef me iets dat ik die guy kan tegenhouden. Alhoewel, ik ben niet echt overtuigd dat die gun hem zo... A fucking pocket knife? Hey, het is meer dan niks. Take it. That's all you're gonna get. Dankjewel. Now go. Garage. Now. Oké. Waarom doet hij hier... Even serieus. Stel je krijgt... What am I gonna do with a knife? Nou, daar kunnen we dit mee openmaken. Heb je dat nog niet gezien? Die guy, kan ik dit hier ook mee... Nee, dat kan niet. Hoezo gaat die guy s'nachts erlangs? Zo van, yo, er worden mensen vermist. Laat ik even een kijkje nemen. S'nachts is echt de perfecte timing om naar zo'n eng huis te gaan natuurlijk. Bam. Ik ga de garage in. Oh, dat gaan ze horen. Of niet? Hey. We gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Ik ben niet alleen. What about you? No, it's my job. You do your job. Okay, dat is erg dom. Waarom vraag je dat aan de politie? Waarom gaat hij dicht? Oh, dat is heel smerig. Gaat dat zo makkelijk met een schep? Kan ik hem steken? Bro, steek hem. Ik heb een handgun. Go. Nee, ga mij nu vechten. Nee, gast. Oh, laat me. Ja, maar ik kan niet redden, want jij bent sneller op de een of andere manier. Hoe is zo'n oude guy sneller dan dat ik ben? Een jonge, vitale man. Ik mis alleen een soort van hand. Maar dat zou toch niet heel erg moeten zijn? Dat zou mijn loopskills... Oh, schij uit. Ja, ik zie al wat je doet. Je sloopt alles hier. Het is jouw auto. Nee, dat dacht ik al. Ik kan hierop klikken. Kan ik daar iets mee doen? Ga ik in de auto... Oh, werkt dit? Hij gaat me toch pakken? Wat is dit voor random gebeuren midden in de fight? Ga ik in een auto zitten? Wat doe ik ook? Guncharm, much of a use. Wat heb ik opgepakt? Stop, hou op, hij gaat me slaan. Gast, ik kan dit niet. Weet je hoeveel stress dit is? Oh. Maar als een gun geen zin heeft, wat moet ik dan doen? Moet ik wel schieten? Woei! Dat is mis. Laat me met rust. Oh, ik dacht even dat ik daar niet meer doorheen kon. Oké, wat heb ik opgepakt? Kan ik dat zien? Chem fluid. Oh, maar daar kan ik een first aid dingen van maken. Maar dat heeft geen zin. Ik heb nog maar twee kogels. Ja, ik wil je heel graag pijn doen, meneertje. Woei! Au. Stop, hou op. Ik moet iets doen. Wat zit er hier in de locker? Wat is dit? First aid? Is dat serieus wat er is? Broeders, hoe wil ik dit overleven? Oh, ik heb een key gepakt. Ik ga dood. Nu, niet waar? Oh, mis. Lekker voor je. Wacht, ik wil kijken. Wat voor een key heb ik? Car key. Ah, car key. Nu moet ik in de auto. Oké, als jij even hier naartoe komt, ga ik nu de auto in. Laat me met rust. Go. Trek me er niet uit. Huh? Wat is dit nou weer? Hij gaat in de auto? Wat? Wat gaat hij doen? Huh? Wat maak ik mee? Dit is zo random. Ik had dit niet verwacht. Oh, ja, daar had ik eigenlijk wel over na moeten denken. Bro is keihard aan het driften hier. Hey, nee, niet meer aanrijden. Dat is niet eerlijk. Niet meer aanrijden. Ben ik nog steeds low? Oh, ik ben super low. Oké, first aid. Nee, dat ga je niet. Wat moet ik doen? Oh, ik snap er helemaal niks van. Wat is de raarste bossfight die ik ooit heb gezien? Deze guy... Oh, gast. Wat ben jij voor een psychopaat? Ik ben dood. Bro, wat maak ik mee? Had ik nou maar wel easy gekozen. Holy damn. Garage fight. Take a good look around the garage for things that help in the fight. Ja, daar ben ik nu achter gekomen. Maar een beetje te laat, vind je niet? Misschien dat bij easy je wat meer tips kreeg tijdens het vechten. Dat zou op zich wel fijn geweest zijn. Hoe komt hij hier trouwens opeens? Hij staat gewoon letterlijk op uit het niets. Of komt hij van buiten lopen of zo? Komt hij van buiten? Kan ik dit skippen of niet trouwens? Oh, ja. Heel fijn dat ik dit weer te zien krijg. Oké. Daar ga je, my guy. Het spijt me. Wat is dit? Oh. Ik moet die gun hebben. Met die gun kan ik zijn aanvallen wel een beetje... Waar had ik die car keys vandaan? Hier volgens mij. Oké, ik ga eerst een beetje... Ja, kom maar hier naartoe. Kom maar. Hé, laat die auto met rust, man. Wat heeft die auto gedaan? Ja, kom jij maar deze kant op. Hier lag de car key. Car key, go, rennen. Is dit iets wat ik kan kapotmaken? Oh, ik weet het niet. Oh. Oeh, wil je dat niet doen? Stop, hou op. Ik praat niet eens. Wat zeg je nou weer?
Hier, in de auto. Go, 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 go. Nee, ga hem alweer pakken. Ga hem alweer pakken. Hoe doe ik de auto aan? Hoe doe ik? Oh, nee, serieus? Ja, you're driving. Nee, want nu gaat het weer fout. Dit is niet wat er moest gebeuren. Ik moest zeg maar rijden. Hier. Oh, masterplay. Masterplay. You better start running. Bro, jij kan... Ik kon al... Nee! Oh, wat is dit nou weer? Bro, doet gelijk een zieke drift op mij. Ik ga al jouw wielen kapot schieten. Kom hier. Oh. Oh, of helpt dat hem juist? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Laat me de andere kant van je wielen schieten. Kerel, stop nou op. Stop nou op. Ja, 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 ja. Nee, en dan schiet ik twee keer mis. Bro, dat was op zijn wielen. Oh, hoezo doet dat niks? Hoezo doet dat niks? Dit is onzin. Ja, nu heb ik je. Ja, nu heb ik je nog een keer. Ik heb nog maar twee kogels. Dat is wel echt een noob move. Huh? Gaat er... Oh, serieus. Gaat er nu niet iets gebeuren? Bro. Bro. Ik ben dood. Oh, dat kan wel gewoon. Wel, ik dacht, laat ik dat even proberen. Heb ik nu die ammo opgepakt? Ja, ik heb de ammo. Oké, dat moet ik dan hier links bij die doos zo meteen ook doen. Hey, we gotta get the fuck out of here. Kan je dit niet skippen? Ah, dat kan niet. Serieus? Oké, echt een seconde dat ik kan rennen. Go. Pak die hurp op. Pak de gun. Pak de car keys. Bro, ik kan niet lopen. Go, 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 go. Ik spam de F-knop. Ik weet nu dat ik F moet indrukken om die auto aan te zetten. Go, 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 go. Ja, nu zijn de rollen omgedraaid. Nu zijn de rollen... Oh, dit is hoe je... Dit is hoe je moet rijden? Oh, dat is zo'n onzin. Hoezo rij je op die manier? Ik heb je, my guy. Ik heb je. Ik ga je pakken totdat je niet meer leeft. Bring it on. Als... Hoezo is dat mis? Hoezo is dat mis? Go. Lekker voor je. Lekker voor je. Pak aan. Nu zijn de rollen omgedraaid. Waar ben je? Is hij dood? Hij is niet dood, toch? Dat kan niet. Waar is hij? Wat? Haalde die? Hé, hey, hey, wat is dit? Gast, hoezo is hij opeens in de auto? Oh, laat me met rust. What you learn how to drive? Nou, nergens. Bro, wat doet hij? Wat doet hij? Oh, nee. Let's finish this, you and I. Ja? Gaan we dat doen? Oh, nee. Oh, nee. Nee, 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 nee. We gaan niet daarin. Nee. Nee. Leef ik nog? Of heb ik het verpest? Ik zie zijn hand daar. Heeft hij... Is hij... Hij moet wel dood zijn, toch? Hij is dood. Nee, beweegt hij nou? Je gaat me niet vertellen dat je beweegt. Hoe ben ik niet dood trouwens, mensen? Dit was echt een zieke... Kan ik hier weg? Kan ik dit looten? Oh, ja. Burn, bro. Burn. Echt, ik hoop dat je nooit meer tot leven komt. Pardon? Pardon? Wat doe jij? Wat doe jij? Wat doe jij? Ik heb hem. Ja, alsjeblieft, laat hem dood zijn. Alsjeblieft, ik wil zo graag... Hij kan toch niet meer leven? Zelfs een speciale gemuteerde kerel moet dit toch niet kunnen overleven? Dit is gewoon een... Live crematie. Dat kan die guy niet overleven. Zeg maar alsjeblieft dat je dood bent. Ik heb geen achievement. Ik vertrouw er niks van. Ik wil wel... Ik zag dat daar een ladder naar beneden is gegaan. Ik wil deze nog even looten. First aid met. Die heb ik nodig. Ben je dood? Dan dans ik even op je body. Yo. Nee, ik doe een medkit gebruiken. Oh, control is niet de knop die ik moet gebruiken om te crouchen. Ja, dat is ook nog een goeie om te leren. Nou, daar gaat mijn first aid met al die... Nee. Do I have your attention, boy? You're about to see some wonderful... Wat? Kostte dat mij een kogel? Ik hoop van niet. Waarom zou die dat doen? Hè? Wat een rare guy is dat. Hier is iets. Shotgun shells? Ik heb niet eens een shotgun. Waarvoor geef je me shotgun shells? Oké, dus met één pak ik mijn knife en met twee pak ik mijn gun. Oeh, dit is het embleem. Die heb ik nodig. Laat me die pakken. Examine in detail. Oh, hier kan ik hem. Komt hij nu los? Yo, ik moet dat hebben. Die moet in die deur. Ja, ik heb hem. Oké, dus daarmee kan ik naar de main hall. Is er verder hier iets nog meer? Een shotgun? Of niet? Kan ik hier erdoor? Oh, hier kan ik wel erdoor. Maar die guy is tot nu toe de enige die mij echt iets heeft aangedaan. Toch? Ik weet niet of die jongen hier nog is. En die oma en zo. En die vrouw was er ook nog. Zullen die ook gevaarlijk zijn? Waarschijnlijk wel. Waar ben ik? Oh, ik ben weer in de garage. Hé, weet je wat ik denk? Ik denk dat ik even naar de laundry room ga. En dat ik daar mijn game ga opslaan. Alsjeblieft, laat hier niemand zijn. Ik loop hier gewoon even door. Niks aan de hand, oké? Laat me hier naar binnen. Laat me hier naar binnen, snel.
Ja, laat me het 7. Oké, dat is heel fijn. Dan denk ik wel dat wij nu gewoon gelijk naar de laundry... Of de laundry, daar ben ik nu. Ik bedoel niet naar de laundry room, maar uit de laundry room naar de main hall gaan. Ik wil zo snel mogelijk weg uit het huis. Ik vind het ook niet echt een fijne plek om te vechten. Alle plekken zijn zeg maar heel krap. En ik heb ook echt geen idee wat ik aan het doen ben. Maar als dit de main hall is, vrees ik nog niet dat dit de uitgang is. Oh, gaat dit open? Wauw, wat een beveiliging. Wat een huis. Oh, dan gaat de ventilator aan. Kan ik gewoon... Zoe alweer? Serieus? Wat? Zoe? Eeuw, gast. Sorry, but he's dead now. Wat? Is ze blij dat haar vader dood is? Oké, okay, heel eerlijk, als mijn vader zo was, zou ik ook wel blij zijn. Find a way out of the house. Waarom zeg je niet gewoon van... Hey, de sleutels liggen daar. Als je die pakt, dan kan je het huis uit. Want ik neem aan dat ik hier drie... Ik heb 3 keer een embleem nodig. It's look like a three-headed dog. But the heads are missing. Ja, dat zie ik. Wat is dit? En dan van de klok. Klok. Heb ik dit nu? Oké, nice. Hier kan ik ook niet uit. Select an item to use. Ja, hier heb ik niks voor. Wow, dat is niet fijn. Als daar allemaal schorpioenen in die kamer zitten, dan ga ik daar niet naartoe. Wat is dit? Over 20 missing in 2 years. Captain Howell from State Police told reporters they have started a search for Helen Midkiff, a college student from North Carolina who is traveling in Louisiana. Miss Midkiff hasn't been heard of since the night of the 21st. Reports of missing persons in South Louisiana have increased dramatically in the past 2 years. Deze mensen zitten andere mensen te vangen en te gebruiken voor experimenten. Ik call hem nu. The majority of those missing are tourists and vagrants. At least 20 people are thought to have gone missing so far. Dus het kunnen er veel meer zijn. Oké, heel fijn om te weten. Police suspect foul play and believe there may be a connection between the incidents. Plans are in place to step up local interrogations and increase personnel to further the investigations. Alyssa Ashcroft, 19 januari 2016. Maar als het sinds de 21st, dan is dat al minimaal een maand dat ze weg zijn. Wauw, arme mensen. Weet je wat al deze engertjes in een maand al kunnen doen? Shoot me, shoot me. Kan ik jou niet gewoon steken? Oh, he's there everywhere. Destroy a Mr. Everywhere statue. Dat vind ik ook een beetje vaag. Gunpowder. Oké, okay, wat fijn. Wat een zieke loot. Weer een coin. Waarom is dit een soort loot-up hall? Ik vind dat niet heel fijn. Wat is hier de... Oh, de main... Daar heb ik een... Wacht, dit is de uitgang. Oh ja, ik denk dat dit de uitgang is. Hier zit dus een schorpioenkamer, maar daar heb ik niks aan. Oh, legend. Scorpion door. Locked. Item box tape recorder. Your position. Oh, dat is ook fijn. Ja, dus ik denk dat ik hier wel eventjes moet gaan verkennen. Oh, dit is sowieso iets. Wat moet je hier opzetten? Select an item to use. Kan ik dit hier opzetten? Living room? Waarom staat er living room op de ding? Ik vrees dat ik dit hier niet moet gebruiken. Oh, nice try. Put an unrelated object on a shadow plinth. Oké, heel fijn dat ik daar een objective voor heb gekregen. Dit is gewoon een objective van je bent een noob. Wacht, daar moet een vogel in, nietwaar? Maar is hier iemand? Living room? Dit is de living room. Oh, ik wil het liefste echt elk moment deze game saven. Als in niet gewoon eens in de zoveel tijd, maar gewoon altijd. Waarom gaat hij omhoog? Wat is dit? Zit ik vast? Moet ik het weer terugzetten of zo? Ik kan hier niet weg als die guy de shotgun niet vast heeft. Dus dat lijkt me niet heel handig. Ik denk de hele tijd dat dat een schaduw is van iemand die loopt. Hoe vals? Is hier iets? Oh, cam fluid. Oké, dat is fijn. Ik heb alleen... Wat heb ik nou? De pendulum teken voor mijn klok. De woord living room is written on... Wacht, is dit de living room? De living room is terug. Je bent serieus. Moet ik helemaal terug? Kan ik hier überhaupt nog terug? Nou, het ziet er naar uit dat we terug gaan naar de plek waarvan ik zo blij ben dat ik er eindelijk weg was. Ik weet niet of hier nog wel iemand is. Dus laten we wel mijn knife vasthouden. Wie hebben we allemaal vermoord? We hebben dan dus nu die Baker guy vermoord. We hebben Mia toch vermoord? Voor mij hebben we Mia vermoord. Ik weet het niet eens zeker. Was Mia echt dood? Dat kan ik me dus niet echt meer herinneren. Dit is de living room. Maar hier is niemand. Huh? Hier is wel zo'n klok. Moet dat hierin? Oh, dat moet hierin. Uh-oh. Wat een herrie. Hey, is dit... Dit is één zo'n hoofd. Oh, dat is heel fijn. Ik ga hier wel weg, want straks denken ze... Hé, de klok gaat, het is Edith's tijd. We moeten snel naar de living room toe. Nee, ik ben dan al weg. Hoe kunnen die mensen opeens ook allemaal weg zijn? Ze moeten hier toch ergens in de buurt zijn? Die oma, die kan niet heel ver rennen, denk ik. Die kan niet een marathonsprintje rennen en dat ze opeens verdwenen is. En die jongere guy, die ging ook kijken bij de politie, toch? Die zoon en die moeder moet ook nog ergens zijn. Als ik ze tegenkom, ik steek ze. Doe even de deur dicht. Oké, ik kan de deur... Ah, gaat dicht? Die gaat dicht. Oké, fijn. Maar dan heb ik nu 1 hoofd. Daar ben ik blij mee. Dat is tenminste eentje meer dan 0. Welke gang ga ik op? Ik heb geen idee. Laten we hier naar boven gaan en gewoon kijken wat er gebeurt. Ah, dit gaat naar dezelfde plek. Hier hebben we een briefje. Hé, maar wat is dat? Evelyn, May to... Wat?
Waarom heb je hier een random foto van een persoon liggen? Dat is een beetje raar. Zitten hier spullen? Nee. Kan ik hier... Hier kan ik ook niet naar binnen. Die is ook op slot. Dat is ook wel... Wacht, dit is een slang. Is dit een slangen? Oh, dat is de slangenkamer. Gaan we nu allemaal dingen niet met dieren krijgen? Dat vind ik niet heel fijn. Hey. Jij gaat mij niet... Slaap jij? Oh, je kijkt mij. Blijf maar zitten, oké? Okay? Jij bent vast heel onschuldig. Je bent een oma. Die doet toch niks kwaads? Het is een hobby. Was rugby zijn hobby? Oh, daar gaat de deur. Dat verklaart wel waarom die zo... Hey, dat zie ik. Dat is de moeder, toch? Hoe boos... Pardon? Al die geluiden maken mij echt heel zenuwachtig. Als zij te horen krijgt van... Yo, ik heb je man vermoord. Hoe boos gaat zij zijn op een schaal van 1 tot 10? Ik denk heel boos. Oké, dus hier heb je de recreatieroom. En daar ga ik nog even niet in, want hier staat zo'n doos. Kan ik hier kijken? Voor mij is er niemand binnen. Oh, dit gaat door. Handgun ammo. Dankjewel. Wacht, wat is dit? Oh, dit is een slot. Ja, ik heb geen lockpick meer. Ik kan wel eventjes items combinen. Want dat scheelt ook weer inventory-ruimte. Ik heb nog 2 herb en een camp fluid. Dus laten we dat gewoon maken. Maar ik heb niks om dat open te maken. Oké, dus dan ben ik nu hier. Oh, dit is waar... Dit is boven. We waren net hier beneden. Oh, nog een camp fluid. Dat is wel fijn. Ik heb wel veel first aid sprays nu dan inmiddels. Dit is ook gewoon open, maar hier zit niks in. De badkamer. Zou ik daarin moeten? Is hier iemand aan het douchen? De douche staat wel een soort van beetje aan. Maar er is niemand. Dit is ook leeg. Bro, wat een oplichterij. Je laat me allemaal lege kistjes openmaken. Waarom is dit water zwart? Yo, dit is echt een meest smerige... Een coin uit het toilet? Oh nee, kan ik die niet gewoon laten liggen? Dit is de smerigste badkamer ooit. Wat heb ik gedaan? Oh, het water loopt er nu uit. Oh, wat is dit? Wooden statuette? Wat is dat? En wat ligt hier? It's a disgusting mess of God knows what. Ja, ik weet niet. Misschien heel veel smerige chemicaliën en zo. Wat kan ik hiermee? Wat had ik opgepakt? A strangely shaped sculpture made out of wood. Wacht, get the 3 dog heads and open the door to the yard. Get the shotgun. Dus ik moet die shotgun wel... Hoi, hij leeft nog! Think of a dying, but sure shit beats the hell out of dying. Ew. Nee. 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 Moet ik nu met hem gaan vechten? Nee, toch? Dat gaan we toch niet doen? Serieus. Ik kan dat niet. Ik ben er niet klaar voor. Herb. Weg hier. Weg hier. Stop, hou op. Bro, dit was niet de bedoeling. Ik weet 100% dat dit niet de bedoeling was. Ik had de badkamer het laatste moeten checken. Ja, ik ga het niet redden. Weet je, wanneer heb ik het voor het laatst gesaved? Ik weet het niet. Ik ga hem retryen. Het kan niet zo lang geleden zijn. Oh, hier. Ja, maar chips. Is dit serieus... Oh, ik ben weg. Oké, dat is heel fijn. Ik denk dat ik de badkamer voor het laatst dus had moeten laten, omdat die guy daar letterlijk komt. Niet heel handig om dat in het begin al gelijk te doen, want ik moet al deze kamers nog wel checken. Ik hoop niet dat hij hier is. Ja, zie je? Hier heb ik mijn tape. Dit had ik nooit kunnen doen als die guy achter me aan zat. Ik dacht dat hij dus zou terugzetten tot aan de laatste safe. Dus dat ik echt bij de... Hoe heet het? De laundry room was geweest dus, zeg maar. Dat is niet zo. Hippie we caught from the hall to the processing era. Area. Huh, wat? Hier zit iets in de... Wat zit er in de prullenbak? Helemaal niks. Hoezo kan je dat dan openmaken, Mia? We hebben een tape die Mia heet. Oh, chips. Oh, ik stoot ook al die cans weer om. Ik schrik daar elke keer van. Oktober 2... Wacht, 2 oktober? Reports say a storm's coming. I had a lot of trouble cleaning up after the last one a few years back. I guess it's time to reinforce the windows and shore up the roof. Maybe I'll get Lucas to help. Lucas is dat kind, toch? Of niet? The water has finally receded. The house is alright, but the old house was badly damaged. Lucas is making a fuss about a huge ship that's washed up in the bayou. If that's true, I better report it to the parish. I'll go check it out tomorrow. Waar slaat dit op? Hier ligt ook weer een boek. Huh? Blue Dog's Head. Oh. En hier is ook weer een gunpowder. Nice. En hierdoor kunnen we dus naar de kamer van de oma. Of kan ik daar niet in? Oh nee, dit is de balcony. Oh, verkeerde deur. Ik moet deze. Oh, die zit dicht. Dit is de schorpioenenkamer. Wat is dit? Er is een shotgun in the other room. Oh, dus dat kunnen we misschien gebruiken om... Looks like the family stuffed it themselves. Eww. Dat kunnen we gebruiken om dan misschien straks die andere shotgun te pakken. Of dan heb ik die andere shotgun niet eens nodig. Oké, laten we Mia's tape maar gaan bekijken. Ik denk dat dat het enige is wat nu slim is om te doen. Maar waarom maken ze allemaal tapes? Mia Winters, Old House. Ethan, please watch this. Dat is vreemd. Waarom zou ze dat zeggen? Hè, is ze hier al doorgedraaid? Ethan, if you find this. Ja? I know I can't expect anything from you. Not after what happened. What I did. Ze had gelogen, toch? I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened.
Oh, dat is wel zielig. Oh. Ik schrok me de tandjes. Oh, ze gaat er niet uit ontsnappen. Nee. Oh, wel. Die kan wel open. Oh, ik moet nu lopen. Hoezo moet ik dit doen? Dit is toch een videotape? Ik wil dit niet doen. Oh, zit ze achter me aan? Hier. Hé, wat is dit voor een rare plek? Moet ik hierin? Oh, die gaat dicht. Oké, never mind. Dat is een duidelijk teken dat ik daar niet naartoe moet. Wat? Waar slaat dit op? Wat is dit voor een... Bro, deze game is zo bizar. Huh, waar ga ik naartoe? Waarom zijn hier zoveel computerschermen en dingen en... Waar slaat dit op? Ik ben bang. I am sick and tired. Bro, ik kan er niet weg. Ik kan er niet weg. I need to hide. Hoe crouch je? Hoe crouch je? Don't deserve this, except open my home and feed you. Uh-oh. Ik snap er niks van. Help me. Laat me met rust. Laat me met rust. Ben ik dood? Is dit de bedoeling van de tape? Oh, mensen. Deze game is zo verwacht. You failed. Oh, wacht. Ik heb echt gefaald. Volgens mij deed ik wel een beetje het goede. Maar ik wist niet hoe ik moest crouchen. Find things to hide behind. Ja, dat bedoel ik. Press X to turn around yourself quickly. Oh, wat? Dat is ook nog een ding. Ik moet snel. Laat me even in mijn controls kijken. Oh, C. Ja, ik moest gewoon achter die doos zitten. Wedden met C. Oké, waar ben ik? En nu ben ik helemaal gedisoriënteerd. Waarom begin ik niet aan het begin? Oh, hier. Oké, ja, kom maar kijken, Margaret, hier. Oeh, nu ga ik hier zitten. Ja, oké, dit werkt veel beter. Nu ga ik het waarschijnlijk halen. Ik vond deze game zo graag 7, want ik ben bang. Kijk, daar komt ze. Oh, waarom is het zo eng? Je moet gewoon niet je huis openzetten. Kijk, ik snap. Oh, gaat ze nu wel? Ziet ze mij? Wat doet ze? Oh, ze gaat er wel doorheen. Kan ik nu gewoon lopen? Dit is een gift, echt. Daar geloof ik helemaal niks van. Waarom zou je dit doen bij mensen? Dan ben je toch echt ziek? Wat is hier? Wat is dit voor een plek? Ze komt. Ze komt. Ze komt. Zit ik hier veilig of niet? Ik weet het niet. Maar ik hoorde haar stem, dus dan komt ze toch weer. Wacht, we zitten op het water. Oh. Zoe. Huh? Was Zoe er ook toen Mia er was? Huh? Met Ethan? Wat weet zij nou weer over ons? Waarom is zij daar? Gaat zij niet weg of zo? Hoe wil ik hier ooit weer ontsnappen? Ik hoor voetstappen. Ze loopt het balkon op. Is ze... Oh my, serieus? Je gaat toch niet zeggen dat ze nu naar rechts gaat? Als ze nu naar rechts gaat, dan is letterlijk een 50% kans dat ik het gewoon fout heb gedaan. En als ik dat heb gedaan, is dat heel triest. Wat doet ze? Gaat ze weer naar binnen? Wat gebeurt er hier? Oh, ze loopt er nog. Ik zie er licht op de deur. Gaat ze nu weer naar binnen of komt ze nu naar mij toe? Alsjeblieft niet, toch? Dat is echt een hele ranzige dreigement. Dat zeg je toch niet tegen mensen? Wie zijn jouw baby's überhaupt? Oh, ze is wel boos. Bro, niet zo janken. Ga gewoon weg en laat bij deze game spelen, alsjeblieft. Volgens mij ben ik het weer fout aan het doen. Want ik hoor haar nog. Is ze nu weg? Ik kon hierop klikken. Ik weet niet wat het is. Wat is dit? Waar moet ik naartoe? Moet ik hier naartoe? Ik kan hier niks. Oh, chips. Ik moet hier niet naartoe. Waar is zij? Kan ik nu hierin? Moet ik hier iets mee doen? Wat is dit? Oh, een puzzel. Oh, dit moet een spin worden. Oeh. Oh, ik heb hem bijna. Wacht even. Zo, dit is moeilijk. Wow, oké. Ja, ik snap de vorm, maar ik weet niet hoe je hem, zeg maar, moet draaien als een... Oh, je kan ook gewoon met de pijltjes toetsen. Oh, wat beter. Echt, nu heb ik, zeg maar, de linkerkant perfect zitten, maar de rechterkant, die klopt dan weer niet op de een of andere manier. Hoe kan dit? Ik kom daar sowieso niet. Ja, dit is hem. Hé, ik moest zelf ook nog op een knopje drukken en dat had ik eventjes niet door. Gaat er nu... Oh, daar gaat gewoon een geheime deur open. Hé, als er maar geen spin in zit, hè. Oké, dus ik ga nu hier naar binnen... Oh, dit is niet heel fijn. Dit is super krap. Hoezo zit het überhaupt in het huis? Oh, maar hier kan ze ons zien, of niet? Kan ik hier gewoon door? Ik denk dat ik hier gewoon door kan. Ik moet zeggen, ik moet nog een beetje wennen, denk ik, aan de game. Ik had dat in het begin ook al met Resident Evil 4. Maar ik ben nu zo gewend aan Resident Evil 4... dat ik dit nu weer een beetje... ik weet niet. Ik moet nog even wennen of zo. Ik vind de game... Ho. Oh, ze heeft me al gezien. Of niet? Of niet?
Misschien nog niet. Wat gaat zij doen? Is dit de bedoeling? Ga jij doorlopen? Ga jij daar campen? Voor mij loopt ze door. Kan ik haar hier echt op deze manier dodgen? We love you. Why can't you see that? Nee, dank je. Moet ik hier naartoe? Uh-oh. Ik ga hierin. Oké. Go, go, go. Uh-oh, komt ze nou achter me aan? Er is hier geen weg uit? Ja, moet jij... Uh-oh, wat is dit? Een foto? Wat is deze foto? En een wiel? Look like it's part of some... Uh-oh. Wat is dit? Waarom is het donker? Where do you think you're going? Uh-oh, wat gaat ze doen met Mia? Mia, niet die camera. Sleep er gewoon weer terug. Oké, dat is wel een ziek einde van deze video. Hoe hebben wij deze video dan gezien? Want de video ligt nog in de kamer. En... What did they do to you, Mia? Ja, wacht, hold up. Ik moet even in de pauzemenu, want ik begrijp het niet. De videotape, ja, die heeft ze opgenomen onder de grond. Maar ik heb hem hier gevonden boven de grond. Dus hebben die mensen dan de videotape daar neergelegd? Dat is toch een beetje raar. Ik bedoel, waarom? Alsof ze willen dat ik de videotape zie. Ja, dat vind ik wel een beetje verdacht. Wacht, hier heb ik alles nu gehad, toch? Volgens mij wel. Weet je wat ik gewoon ga doen? Voordat die guy dus zeg maar achter mij aan gaat rennen... Ga ik denk ik eventjes nog naar de main hall toe. En dan ga ik die twee hoofden die ik nu heb, ga ik erin zetten. Want ik denk dat dat misschien wel handig is. Als ik zo meteen heel snel moet zijn, hoef ik die twee in ieder geval niet erin te zetten. En nu kan ik hier nog gewoon rondlopen. Kan ik niet die puzzel... Oh nee, ik kan die puzzel niet doen, want dat ding ligt in het bad. Even kijken, dat is 1 en dit is 2. Oké, dus 2 hoofden hebben we. Dat is in ieder geval fijn. Kijk, zou ik dan zo meteen de badkamer in kunnen gaan? En dan hier naar beneden springen? En dan zo die kant op? Of kan hij... Ja, als hij via de main hall hier naar beneden gaat... dan is dat natuurlijk niet heel handig. Ik weet niet. Laten we gewoon kijken. Ik denk dat ik daar naar beneden spring... en dan naar de laundry room ga. Dan kan ik hem tenminste opslaan. Ik denk dat dat wel fijn is. Hallo, oma. Jij chillt hem daar ook gewoon nog steeds. Ik snap niet hoe zij daar gewoon kan zitten. Oké, laten we dit doen. Ik kan dit. Oké? Dit komt helemaal goed. We gaan hierin pakken. We hier alle loot. Hier was niks. Eventjes kijken. Hier was wel wat. Handgun ammo. Heel fijn. Een coin hebben we hier. Oké, is dit... Dit was alles, toch? Er is niet meer hier. Nee, volgens mij niet. Oké, dan gaan we deze nu leeg laten lopen. Ja, want hier hebben we dat... Hier moeten we sowieso waarschijnlijk ook zo'n lichtpuzzel mee maken. Denken we niet? Ik denk dat dat wel de bedoeling is. Hier, en dan komt die guy hier nu. Ja, nu gaat hij. Oké. Hoe kan hij niet dood zijn? Hoe is dat serieus mogelijk? Oké, maar dus ik ga niet op hem schieten of zo, want dat heeft geen zin. Oké. Ik ga hier. Kan ik hier naar beneden springen? Ja, dat kan. Oké, nice. En dan gaan we hier de laundry room in. Springt hij achter mij aan? Nee, volgens mij... Oh, wel. Oh, hij springt wel achter me aan. Hoezo kan hij dat? Oké, save deze game nu, alsjeblieft. Hij loopt hier gewoon nu. Wat een guy. Zal ik, want kijk, ik heb nu... Ja, ik heb meerdere coins. Dus deze coin, die kan eigenlijk nu wel gewoon uit mijn storage, toch? Die kan, ja, die stekt gewoon met dat andere. Wat is dit? Dit was Mia's tape. Zullen we die wel in de storage doen? Die guy, die is nog aan het praten. Ja, hij zit dus niet eens op pauze. De game gaat niet op pauze als je in je storage zit of zo. Ja, ik save hem nog een keer. Ik weet namelijk niet... hoe lang deze video gaat zijn. Want ik ben nu al... Je gaat waarschijnlijk uitlachen. Ik ben nu al meer dan een uur bezig geweest. Het is voor mij nog heel erg zoeken naar deze game. Omdat er dus niet echt die chapters zijn die het zo makkelijk maakten de vorige keer. Is deze guy mij nu aan het campen? Serieus? Dus ik weet niet zo goed hoe lang de afleveringen worden. Als ik bijvoorbeeld gewoon een uur ga opnemen en kijken wat er gebeurt. Maar als je tot hier gekeken hebt, dan neem ik aan dat jij Resident Evil een leuke serie vindt. Dus wil je nou meer afleveringen hiervan? Laat even weten in de reacties hoeveel afleveringen jij graag per week zou zien. Nu was het vaak 1 aflevering in de week. Maar dan krijg ik al heel veel comments van... Wanneer weer Resident Evil? Wanneer weer Resident Evil? Dus laat weten. Wil je 2 afleveringen in de week? 3? Ik moet natuurlijk ook rekening houden met de andere video's. Zouden jullie het erg vinden bijvoorbeeld als er 2 video's op een dag online komen. Waarvan 1 gewoon een normale video is. En 1 dus een serie video. In dit geval Resident Evil 7. Ik ben heel erg benieuwd. Want ik moet hier nog gewoon eventjes mijn draai in gaan vinden. Ik wil niet dat de serie video's zeg maar de plek overnemen van de normale video's. Maar ik vind de serie video's ook heel leuk om te maken. Dus ik wil ze ook heel graag gewoon blijven maken. Maar wat een avontuur is dit, mensen. De game is wel heel vet en weer heel uniek. Dus het is sowieso iets nieuws wat ik allemaal ga meemaken. Want ja, mensen, zo'n uniek spel,
zoals dit heb ik gewoon nog nooit gespeeld. En ik wil het zeker uitspelen. Vond deze video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En klik hier op een andere video die je zeker niet wil missen. Joejoe!